Never gonna get 40,000. Never gonna get 40,000. Never gonna let the cowboy down. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ongeveer 2 jaar geleden Kevin naar mij toekwam met de bizarre, rare opmerking van: Ivar, ik ga een gamekanaal beginnen. Hey lieve kijkbuiskindertjes, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. En wat is het raar om hier weer te zitten, wetend dat ik weer een bedankvideo ga maken, terwijl het voor mijn gevoel nog niet eens zo heel lang geleden is. Deze video staat compleet in het teken van het bedanken van jullie en een paar updates. Dus blijf na het bedankwoordje nog even hangen voor een Bobby Aland giveaway en een hele leuke mededeling over een live Keffer optreden. Hey kijkers van Kix Games, welkom bij deze speciale video. Want vandaag gaan wij dingen en mensen en dieren en every moment dankjewel zeggen. Maar ik had het in eerste instantie allemaal afgeraden. Ik heb ook 2 jaar geleden gezegd en alle jaren daarvoor dat ik nooit een gamevideo zou maken. Ja Ivar, en nu zie je dat gewoon voor 40,000 mensen te doen. Want jongens, we hebben gisteren de 40,000 abonnees gehad. De 40,000 keffertjes. Al vind ik dat niet helemaal eerlijk meer, omdat Peter en Rafael natuurlijk ook gewoon volwaardig lid zijn van Kix Games. 40,000 Kix Gamertjes. Maar goed, dat weet ik veel jongens, ik weet het allemaal niet meer. Ik wil in ieder geval elke abonnee enorm bedanken dat jullie op dat rode knopje hebben gedrukt. Dat komt door een bepaald getal. En het zijn 5 getallen en het begint met een 4 en eindigt op 4 nullen. En het staat voor het aantal abonnees wat wij momenteel hebben op Kix Games. En ik moet zeggen, wij zijn daar behoorlijk trots op. En dat mag gezegd worden. Dat is hartstikke leuk, dat is motiverend en daar word je intrinsiek blij van. Klaar. Wie gaat er nou naar een ander zitten kijken die gamet? Wat dat betreft ben ik echt de meest hypocriete YouTuber die er bestaat. En gelukkig ben ik dat, want ik vind het geweldig om wekelijks gamevideo's voor jullie te maken. Ik vind het ook werkelijk leuk om te gamen. Zolang het games zijn die ik leuk vind. Ik vind het geweldig om Harry Potter op te nemen. Super Mario is nu afgelopen, maar we gaan over naar Super Mario Maker. Daar heb ik er al een heleboel van opgenomen. Ik zeg niet dat dat goed ging, maar deep down there, I really enjoy doing that. En zeker voor jullie, wij, het idee van 40,000 abonnees is voor ons bizar. Ja, die Super Mario Maker gaat waarschijnlijk al deze week online komen. En ik moet jullie zeggen, hou je vast. Dat is het enige wat ik zeg, want het wordt insane. En laten we ook allemaal blij zijn dat Ivar überhaupt ooit begonnen is met gamevideo's maken. Want hij wilde dat op het begin echt niet gewoon. Toen heb ik gezegd, probeer het nou eens een keer en kijk waar dit nu staat. Zoals jullie misschien wel weten, is Kix Games, de crew, ook gewoon eigenlijk 4 vrienden uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Terneuzen. Maar daar kunnen Peter en Rafael iets meer over vertellen. Er was namelijk ooit een groep van heel veel jongens en meisjes in Terneuzen, dat ligt in Zeeland. En die waren een soort van squad, zoals mensen dat tegenwoordig noemen. En we gingen op stap met elkaar en dergelijke. Maar je had ook de harde kern. En dat waren gewoon mensen waar je 24 uur per dag mee kon doorbrengen. Ja. En wij waren dan mensen die vooral veel games speelden met elkaar. Wij keken 2 jaar geleden op naar al die kanalen die zo groot waren met het idee, oh, dat willen wij zo graag, maar dat is niet voor ons weggelegd. Dat gebeurt bij hun en dat hebben hun allemaal bereikt. En wij willen dat heel graag, maar dat gaan wij niet halen. Ja, Ivar is altijd een beetje de depressieve van de groep. Nee, depressief moet ik niet zeggen, maar de reële, weet je wel. Ivar die houdt ons met beide beentjes op de grond. Want wat het wel is, wij zijn natuurlijk gewoon begonnen als 4 vrienden. Tenminste, Rafael is wat later bijgekomen. Maar in ieder geval, we zijn 4 vrienden die het leuk vinden om videogames te doen en ook niet per se populaire spelletjes, want Minecraft is het meest populair van alles, dat doet iedereen. En wij focussen ons vooral op Nintendo games die wij als kind heel veel, of in ieder geval wat wij in onze jeugd heel veel hebben gespeeld. Maar wij maken nog steeds video's gewoon omdat we het leuk vinden om met elkaar videogames te maken. Net als Mario Party, wat nu sinds kort bezig is op Kix Games, zo'n community game waarbij we met vrienden die niet eens gamekanalen zijn, maar gewoon gezellig een middagje videogames gaan spelen. En dat is nog steeds wat wij proberen uit te stralen. En blijkbaar vinden jullie dat leuk en werkt dat. Want we zijn nu gewoon al met 40,000. Holy shit. Uit die passie voor spelletjes doen met elkaar, gezellig bezig zijn en elkaar aan het lachen proberen te maken. Motiveren. Zijn wij in het video maken gerold. Ik denk dat het woord trots hier gewoon van toepassing is. Maar ook vooral doorzettingsvermogen. We started from the bottom and now we're here. Ik heb 2 kanten in me. Altijd dat stukje dat dacht van,
we gaan het halen, want we doen zo ons best. En altijd die kant van, ja, maar misschien ook niet. Misschien is het niet voor ons weggelegd. En ik dacht altijd, ik kon fantaseren om zulke video's op te nemen met een bedankje voor bijvoorbeeld 40.000 abonnees. Ik fantaseerde daarover. Oh, ik hoop dat ik ooit zo'n video kan opnemen. En nu neem ik zo'n video op. Het is heel paradoxueel. Als je niet weet wat dat betekent, zoek het dan maar op. Geen schande, ik weet ook niet wat dat woord betekent. Ik weet in ieder geval wel dat wij ons alle vier... wat is dit voor zin? Dat wij alle vier super trots zijn op die 40.000. En dat we jullie allemaal onwijs willen bedanken daarvoor. We gaan gewoon lekker door met video's maken zoals jullie van ons gewend zijn. En we willen ook wat terug doen. Dat komt bijna, jongens. De Bobby Island giveaway. Dat wij exclusief met een paar kijkers een gezellig dagje naar een pretpark gaan. Maar nog heel even geduld. Want er willen nog een paar mensen gewoon een paar woordjes zeggen. En laat ik dan beginnen met niet alleen jullie heel erg bedanken. Maar ook de mensen die nu echt al jarenlang met mij samen die video's maken. Want ik moet zeggen, soms ben ik helemaal back off van het maken van video's. En ik maak natuurlijk bijna we hebben dagelijks een video op Kicks Games, maar die zijn niet dagelijks alleen van mij. Nee. Ivar heeft ook gewoon meerdere video's per week. Rafael gaat ook binnenkort beginnen met video's. En Peter die doet ook al, sinds dat we begonnen zijn, doet hij al mee met mij. Ik doe het niet alleen. En wij doen het niet alleen, want zonder jullie had Kicks Games er nooit geweest. En zonder jullie zal Kicks Games nooit langer door kunnen gaan. Maar gelukkig is dat wel zo. En zolang jullie er zijn, zijn wij er. En dan geloof ik dat Peter en Rafael perfect kunnen verwoorden wie wij zijn. Dus merci beaucoup. Obrigado. Ja, we hebben jullie bedankt. Maar we hebben het uiteraard ook allemaal te danken aan onze squad. Want, ik geef even een voorbeeldje. Ivar. Het zal niemand ontgaan zijn, is een hele energieke en in feite gewoon een hele unieke persoon. Ik weet niet of je wel eens met hem in een ruimte geweest bent, of op straat, of waar dan ook. Maar die jongen brengt energie to the table. En zo zijn zijn vlogs, zo is alles wat hij aanlevert. Dat is gewoon één grote energieke atoombom. En bij deze, dankjewel. Dat draagt gewoon bij aan succes. Simpel. Hoppakee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de 40.000 abonnees. Een absurd getal en we gaan gewoon zo lekker door. En ik ben heel erg benieuwd wie van jullie meegaat naar Bobbejaanland. Ik heb er heel veel zin in, want ik hou van pretparken. En wie weet gaan wij samen wel keihard gillen in een achtbaan. Want je moet weten, ik gil heel veel en heel vaak als het een beetje eng wordt. Dus nogmaals bedankt voor een ieder die geabonneerd is op ons kanaal. Dankjewel. Behalve Ivo heb je natuurlijk ook onze kast Kevin gewoon. De kast uit Zeist. Hij is een kast. Even no jokes. Die jongen, die houdt echt de boel draaiende gewoon op de achtergrond. Als hij er niet was, dan was er sowieso niet dagelijks een video. Want die jongen die doet dit fulltime. Hij steekt letterlijk de dag en de douw in zijn passie. En hij is daar goed in. En bij deze wil ik daar een enorme shout-out doen naar onze Kevin. Dus bij deze jongen, goed gedaan. Hij vergeet wel over zichzelf iets te vertellen en dat zal ik dan maar gewoon doen. Hij bijvoorbeeld, achter de schermen regelt hij gewoon dingen die men niet voor mogelijk had kunnen houden. En je kan op hem rekenen. En dat is een persoon die zich aan zijn afspraken houdt. En dat is best wel een hele fijne eigenschap aan iemand. Dus vanuit mij, maar waarschijnlijk vanuit de rest ook, dankjewel naar jou. Woorden die straight het hart binnenkomen gewoon. Maar uiteraard heb ik ook nog wel wat over jou te zeggen dan. Nee! Oh shit! Ja, deze jongen hier aan mijn rechterzijde, die is nog niet zo heel lang onderdeel van Kicks Games. Maar ik ken hem eigenlijk gewoon al het merendeel van mijn leven. Rafael is een jongen waar je veel van kan verwachten. We hebben nu nog niet zo heel veel gezien. Ik weet dat hij een dagelijkse stream doet op zijn eigen Twitch kanaal. Wij willen eigenlijk gewoon, niet alleen qua video's, maar ook qua streams willen wij gewoon jullie kwaliteit content kunnen leveren. En ik denk dat Rafael daar de uitgelezen persoon voor is. Dus jullie kunnen heel veel van hem verwachten. In de toekomst kunnen jullie gewoon heel veel unieke nieuwe content verwachten op Kicks Games. En stay tuned voor dingen die leuk zijn, inspirerend zijn en vooral gewoon super gaaf zijn. Je hebt ons nu wel genoeg in beeld gezien. Het is tijd dat we het woord geven aan die andere jongens. Onder andere aan die kast. Dus wij zullen nu alvast jullie salueren en bedanken voor deze geweldige 40.000 abonnees. Ciao. Liefde. Ja, dan is het nu weer aan mij, hè. Want jongens, na zo'n bedankwoordje willen wij natuurlijk ook gewoon graag iets terug doen voor jullie. En iedereen heeft het volgens mij al wel gezien op Twitter. Zo niet, welkom bij deze verrassing. Wij willen namelijk graag een handjevol kijkers meenemen naar Bobbejaanland, een pretpark in België.
om gezellig een dagje met ons in de achtbanen, waterattracties en weet ik veel allemaal te gaan. De hele crew gaat mee, dus Rafael, Ivar, Peter, ik. En misschien gaan er nog wel wat Kicks Games vrienden mee, ik weet het niet. We gaan een paar mensen vragen die, waarvan wij denken die passen bij de groep, die kunnen misschien wel mee. Maar dat kan ik dus nog niet bevestigen. Hoeveel mensen gaan wij meenemen? Nou, dat weet ik ook nog niet precies. Ik heb nu 4 kaarten, omdat we met de 4 Kicks Games leden gaan. Maar stel dat een Marnik of een Carré of een Colin of zo mee willen. We gaan zeg maar evenveel mensen meenemen als dat er tubers in ons groepje meegaan. Wat moet je doen en wanneer mag je meedoen? Dat is ook heel even belangrijk. Kicks Games verzorgt jullie kaartje. Dus wij zorgen dat jij gewoon naar binnen mag met ons en dat de entree voor jou betaald is. Maar het brengen en het halen moeten jullie wel op eigen kosten doen. Ten eerste omdat als wij een busje gaan huren, dat kost gewoon best wel veel geld. En ten tweede vinden wij het een beetje eng om die verantwoordelijkheid te dragen dat iedereen veilig thuis komt en et cetera. En als papa's en mama's jullie zelf komen halen en brengen, brengen en halen, dan geeft dat ons in ieder geval al een heel fijn gevoel. Daarnaast is het ook belangrijk dat je meedoet en wij jou als winnaar kiezen, je van tevoren even vraagt aan je ouders of het wel mag. Want ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die zoiets hebben van ja, je gaat niet een hele dag in België met 4 jongens door een pretpark lopen. Hell no. Dat kan. Dus vraag van tevoren echt heel even aan je ouders of ze het wel oké vinden dat je met ons meegaat. De datum is nog niet bekend. We gaan eerst kijken onderling wanneer we allemaal kunnen, maar ga uit van een weekend in de zomer. Omdat we denken dat in het weekend de meeste ouders vrij zijn om te brengen en te halen. En de meeste van jullie ook niets te doen hebben. En dan zijn wij ook vrij. De datum volgt dus nog, de hoeveelheid mensen, kijkers die meegaan volgen nog en de hoeveelheid tubers die meegaan volgen nog. Zoveel onzekerheid. Dat is misschien wel typisch Kicks Games, maar goed. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Wij namelijk wel om een paar van jullie mee te nemen. En over die dag wil ik ook nog een paar dingen kwijt. Hoe kun jij namelijk meedoen? Hieronder zie jij een e-mailadres kicksgames@gmail.com. En wat wij willen vragen aan jullie is om jullie lievelings Kicks Games herinnering. Je mooiste, je leukste, je verdrietigste. Het maakt niet uit. Ik hoop niet verdrietigste, maar het maakt niet uit. Of jullie je lievelingsmoment voor jezelf willen filmen, zoals wij nu ook aan het praten zijn, en die mailen naar Kicks Games. Dan kunnen we jou al een beetje zien, dan kunnen we kijken wat wij voor jou betekend hebben en of wij vinden dat jij het verdient om met ons mee te gaan naar een pretpark voor een hele dag. Die video gaan wij nooit online zetten, die gaat nooit ergens op YouTube komen. Die is alleen maar voor privé voor ons om onderling te gaan kijken wie we mee willen. Dus zelfs als je vindt van ik ben een beetje awkward voor de camera, stuur het gewoon op, want je hoeft echt niet bang te zijn dat wij er iets mee doen. Daarnaast heb ik een keer op Twitter gezegd van als je nou geen kaartje wint, dan kan je gewoon komen, weet je wel, betaal gewoon zelf je ticket. Maar ik wil daar toch nog iets over kwijt, vandaar dat we waarschijnlijk ook de datum alleen aan de winnaars bekend gaan maken en niet online gaan zetten. We hebben namelijk onderling even gesproken en we hebben het idee van misschien moeten we het gewoon kleinschalig en exclusief houden. Want stel wij nemen 5 kijkers mee, dan zou het jammer zijn als er nog 10 kijkers komen en vervolgens de 5 kijkers die echt via ons gewonnen hebben niet echt met ons in attractie hebben gezeten. Of niet echt de kans hebben gehad om dingen met ons te doen, omdat er nog zoveel mensen op eigen houtje zijn gekomen. Dus wat we eigenlijk toch wel besloten hebben is om het heel exclusief en kleinschalig te houden, echt iets terug doen voor die mensen die de mooiste Kicks Games momenten met ons hebben gedeeld. En dat vinden wij iets moois om het zo klein te houden. Hopelijk zijn jullie nu niet boos op ons. Er komen nog wel cavern meetings in de toekomst. En jullie gaan ons misschien nog wel zien op DDG en Friends. Daarover later meer. Maar Bobby Aland wordt dus klein. Stuur ons dus je video op als je kans wil maken. Alleen als je toestemming hebt gevraagd aan je ouders en je weet dat ze je willen brengen en halen in België. En dan zien we die video's tegemoet. En dan hopelijk kunnen we snel jou een berichtje sturen. De winnaars een berichtje sturen. En ik zal echt wel op Twitter of een keer in een video vermelden dat de winnaars gekozen zijn. Alleen we gaan daar niet een losse video voor maken. Dan nu de laatste mededeling van vandaag. En niet de minste. Heel veel van jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord. Maar 9 juli 2016 is het DDG en Friends event. En als jullie goed op die website hebben gekeken, hebben jullie een heel mooi plaatje van mij gezien. Dat ik ook aanwezig ben. En ik ben niet alleen, want Ivar, Peter, Rafael, ik, we zijn er alle 4.
Lisha gaat misschien ook nog wel mee, dat weet ik niet zeker. Maar we zijn in ieder geval met de hele crew. Dus als jij ons wil ontmoeten en je hebt niet die kans gehad op de Dutch YouTube Gathering, kom dan gezellig naar de TDG en Friends event. De tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. Ik weet niet hoeveel, dus je moet er wel snel bij zijn. Maar het kan dus nog. En als je een echt kevertje bent, raad ik je aan om echt naar dit event te komen. Want op de Dutch YouTube Gathering is het er niet van gekomen. Maar op TDG en Friends gaan Ivar en ik weer live optreden. En dat is niet iets wat wij heel vaak doen. Dat zal de enige keer zijn dit jaar. Maar daar gaan wij live optreden. Dus als je ons een keer live wil zien, met onze covers wil meeschreeuwen, met parodies wil meeschreeuwen, dan moet je daar zeker aanwezig zijn. Dus ik zal in de beschrijving een link doen naar de ticketverkoop en zorg dat je erbij bent. Yes? Oké. Mensen, dan was dit de video. De bedankvideo voor 40.000 abonnees. Nogmaals ontzettend bedankt. En hopelijk zie ik jouw video tegemoet voor Bobby Aland. En hopelijk zie ik jou 9 juli, dus over minder dan een maand al, holy shit, bij DDG en Friends. Dat was het. Mensen, bedankt nogmaals voor het kijken naar deze video. En voor het abonneren en alles. En hopelijk tot snel. Ciao.